Dinsdag 5 december is de stichting Job Lansier door de rechtbank failliet verklaard. Een tweetal werknemers hebben het faillissement aangevraagd. Door het faillissement zal het moeilijker worden voor de gemeente Tiel om eventueel de gelden terug te vorderen. De curator die is aangesteld door de rechtbank gaat wel alsnog proberen het geld te innen dat de gemeente verschuldigd is aan de failliete stichting. Job Lansier kwam in zwaar weer doordat er vermeende fraude werd geconstateerd in verband met zorggelden. Onderzoek daarna loopt nog.